you know, my first album when I was 26. So my attitude was like, man, I've seen so much and I don't have anything to prove. I know who I am. When you're self-aware, even when you're dealing with someone's ego, you allow their ego to live in someone's brandweer space. Brandweer, atom, ik spit. De brandweer, atom, ik spit. Soms moet je met soms de riemen die je hebt. The problem is when you engage that energy. Soms moet je niet bemoeien, soms moet je juist bemoeien. Did you have experiences like that where people thought, I don't know how to take Jay, I don't know how to deal with Jay. He doesn't engage with us on that level. Yo, die hele anti-zwarte Piet wordt gewoon geleid door een Nederlander. Eerst was die kraker en nu heeft hij passie voor het anders. Ik geloof niks meer wat iemand zegt. Wat mij betreft worden van alle kanten geschetst. En zelfs die voetbalracistische uitingen zijn in scène gezet. Ik vind die OV slecht, maar dat is niet gangster. Want overheid en verzekeraars stelen van zieke mensen. Nederland is als een scharrel voor de EU en wij de sletten. Iedereen nu clubs in de VS, net als mij, die rappers zijn diep. En ik vind ze niet erg representatief. Soms moet je met de riemen die je hebt roeien. Soms moet je niet bemoeien, soms moet je juist bemoeien. Maar yo, ik ga vechten voor mijn people. En met badder, dan word ik vanzelf Rico. Big baller, vaak gescoord op de court. Tegen blakka's, witte, lange, dikke boys. Big fish, zeepaars. In die roffa clip was mijn schoen paars. Ik maak muziek wat ergens op slaat. Ik maak muziek wat ergens over gaat. Fuck D66, doe dan liever Bosma. Want links ziet NL zijn kleine stack van Bosmaar. Fuck die designer, man, is veel te duur. Brandweer, adem, ik spit te veel vuur. Spit te veel vuur. Big fish, zeepaars. In die roffa clip was mijn schoen paars. Ik maak muziek wat ergens op slaat, slaat, slaat. Ik maak muziek wat ergens over gaat. Fuck D66, doe dat liever Bosma. Want links ziet NL zijn kleine stek van Bosma. Fuck die designer, man, is veel te duur. Brandweer, atom, ik spit te veel vuur. Yeah, if someone doesn't engage you in the way that you believe they should, then people's like, he's arrogant, he's act like he's above everybody. Like, no, I just don't want to argue with you about stupid shit.